De afdeling arbeidsinspectie heeft polshoogte genomen in de 2 bergruimtes waar er ammoniumnitraat is opgeslagen. Dit gebeurde nadat een deel van de samenleving onrustig raakte na de grote explosie van dit stof in Beirut. De inspectie heeft vastgesteld dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers in deze opslagruimtes niet in gevaar komen. Daarnaast is ook geconstateerd dat er geen directe gevaar voor een mogelijke explosie bestaat. In het persbericht zegt de communicatiedienst Suriname dat tijdens de inspectie is gebleken dat deze bergruimtes uitsluitend worden gebruikt voor het opslaan van ammoniumnitraat. Daarnaast is aangegeven dat het opbergen van de stof voldoet aan nationale en internationale bepalingen. Zo is waargenomen dat de opslagplaatsen beschikken over voldoende ventilatie en brandblusapparaten. De stof is in grote zakken verpakt zoals internationaal gebruikelijk is. Ammoniumnitraat is een witte, zoutachtige vaste stof die gebruikt wordt als kunstmest. In pure vorm is ammoniumnitraat niet licht ontvlambaar. Het is explosief wanneer het vermengd raakt met koolstofverbindingen zoals brandstof.